Het beste hoe ik het kan omschrijven is educatief verkopen. En dat betekent dus dat je educatief materiaal, informatief materiaal gaat maken rondom dus die vragen, zorgen, angsten, frustraties die een prospect heeft. Maar ook de dromen, wensen en ambities. Daar ga je content van maken. Die vragen die ze hebben, die inventariseer je. Daar maak je content over. Dan, als je prospect in beeld komt, en daar komt natuurlijk die outreach bijvoorbeeld waar jij het over hebt. Dan is het veel fijner als je je outreach kunt doen met die content. Met behulpzame informatieve content. Om die prospect beter te informeren. Zodat ze veel sneller die aankoop kunnen maken. Omdat je neemt dan alle vragen en frustraties weg. En iemand die vragen heeft en gefrustreerd is, die kan niet kopen. Want die zit nog in die frustratie of in die onderzoeksfase. Terwijl als je al die antwoorden hebt beantwoord, dan bouw je aan vertrouwen. En zodra dat vertrouwen er is, dan kunnen ze sneller overgaan tot aankoop.